Welkom bij Sven en de Hars. In deze aflevering gaan we een ontzettend mooie stad toe. Een stad met maar liefst 33.000 inwoners. Ik heb het over Wernigerode. Wernigerode wordt ook wel de bonte stad van de Hars genoemd. De vakwerkstad Wernigerode werd in de 12e eeuw gesticht en verwierf de stadsrechten in 1229. De aanblik van Wernigerode met zijn centrum van voornamelijk vakwerkhuizen getuigt van de historie van deze stad. Op 29 maart 1847 werd een deel van de stad, met name het Heidevliegtel, het slachtoffer van een grote brand. Deze brand verwoestte maar liefst 149 woongebouwen en 251 bijgebouwen. De stad trekt ruim 2 miljoen bezoekers per jaar. Deze stad heeft ook een heel oud stadhuis. Wanneer precies is gebouwd is niet bekend, maar ze verwachten de 13e eeuw. Maar dit stadhuis valt onder een van de mooiste stadhuizen van Europa. Een grote toeristische trekpleister in Wernigerode is het Luchtvaartmuseum. Het bevat verschillende hangars, onder andere hangars voor historie, Hollywoodvoertuigen, helikopters en straalvoertuigen. In deze vier tentoonstellingszalen zijn meer dan 50 helikopters en vliegtuigen te zien. Dit museum is een van de 5 grootste in zijn soort in Duitsland. Het opende zijn deuren in juni 1999. Wij sluiten de aflevering hier af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.